5G, je hebt er vast wel eens over gehoord, maar wat is het? Waarom zou je het willen? Hoe zit het met gezondheidsrisico's? En wanneer komt die eerste iPhone met 5G er nou eigenlijk aan? In deze video geef ik je antwoord op de belangrijkste vragen rondom 5G. Ja. 5G is de opvolger van 4G, het netwerk waarmee je deze video misschien bekijkt. De G in de naam staat voor generatie. 5G is dus de vijfde generatie draadloze netwerktechnologie. We begonnen ooit met 1G en werkten zo stapsgewijs omhoog. Iedere generatie heeft net iets andere frequenties, want zo zitten ze elkaar niet in de weg. Maar daarover vertel ik je later meer. 5G belooft meerdere voordelen. Het eerste voordeel is snelheid. 5G is sneller dan 4G. Dit merk je bijvoorbeeld wanneer je een website gaat laden, een online game speelt of in de trein een filmpje kijkt. Een Netflix-film offline beschikbaar maken, dus downloaden, is bijvoorbeeld in een paar seconden gepiept. Ook de uploadsnelheid belooft erop vooruit te gaan. Dat is handig wanneer je een groot bestand gaat verzenden, zoals een complete film. Van uploadtijd is vrijwel geen sprake. Een ander voordeel van 5G is de toegenomen netwerkcapaciteit. Dat klinkt een beetje technisch, maar het komt erop neer dat er straks sneller internet voor meer mensen is. En dat is fijn, want de voorganger, 4G, heeft nog wel eens last van capaciteitsproblemen. Dat merk je wanneer druk om je heen is of veel mensen gebruik maken van het netwerk. Tijdens nieuwjaar, wanneer mensen elkaar bijvoorbeeld gelukkig nieuwjaar wensen via WhatsApp, blijven berichtjes hangen of komen ze pas later aan. Met 5G zou dat verleden tijd moeten zijn. 5G is echter vooral ook interessant voor de toekomst. Er zijn steeds meer apparaten in en rondom het huis die op de een of andere manier een internetverbinding nodig hebben. Denk aan een slimme deurbel, een slimme speaker of bijvoorbeeld innovatieve hoogstandjes. Bijvoorbeeld een zelfrijdende auto of artsen die op afstand kunnen opereren. 5G is daarom belangrijk voor wanneer iedere microseconde telt. Om echt te begrijpen hoe 5G gaat werken, moet je iets snappen over hoe ons mobiele netwerk in elkaar zit. Maak je geen zorgen, ik ga het proberen begrijpelijk te houden. 5G werkt namelijk ongeveer hetzelfde als 4G, maar dan met hogere frequenties. Om te kunnen bellen en internetten met je telefoon heb je mobiel netwerk nodig. Providers, zoals KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone, bieden deze mobiele netwerken aan. Ook onderhouden ze de netwerkapparatuur, zoals zendmasten. Hier betaal jij ze voor, bijvoorbeeld via je abonnement. Zendmasten spelen een belangrijke rol in deze mobiele netwerken. Ze zorgen er namelijk voor dat figuurlijke gegevenspakketjes van en naar je telefoon verzonden kunnen worden. Dit klinkt wederom technisch, maar het zorgt er dus voor dat je in de trein een film kan kijken, een website kunt bezoeken of iemand kunt bellen. Om het nog ietsjes technischer te maken, moet je iets begrijpen over de frequenties, die soms ook wel frequentiebanden worden genoemd. Iedere telecomgeneratie, dus 3G, 4G en 5G, werkt met aparte frequentiebanden. Dat is handig, want zo zitten de signalen elkaar niet in de weg. Kortweg geldt dat hoe hoger de frequentie is, hoe meer informatie er verzonden kan worden. Dat klinkt fijn, maar het signaal kan ook een minder lange afstand overbruggen. Dus je hebt meer zendmasten nodig. 5G gaat in totaal uit drie van zulke frequentiebanden bestaan. De eerste is de 0,7 GHz band, de tweede is de 3,5 GHz band en de laatste is de 26 GHz band. Al deze banden hebben hun eigen unieke kenmerken en dus ook hun eigen voor- en nadelen. Ik bespreek ze nu stuk voor stuk met je door. De 0,7 GHz band heeft het langste bereik van de drie. Je hebt dus relatief weinig zendmasten nodig om alsnog een landelijk dekkend netwerk te krijgen. Straks, over een paar jaar, wanneer je in een weiland gaat bellen, maak je dus waarschijnlijk gebruik van deze band. De middelste 5G-frequentieband, die van 3,5 GHz, is sneller dan de eerste, maar levert wel in op afstand. Kortom, je hebt meer zendmasten nodig om alsnog een goed bereik te krijgen. Het bereik is enkele tientallen meters, dus waarschijnlijk gaan ze in straatlantaarns verwerkt worden en kom je ze vooral tegen in steden. De laatste 5G-frequentieband, die van 26 GHz, is het snelst van de drie, maar heeft ook het kleinste bereik. Kortom, je hebt er in een weiland waarschijnlijk niets aan. Nee, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Het kennisplatform Elektromagnetische Velden, dat is een samenwerkingsorganisatie van onder meer het RIVM en het agentschap Telecom, is duidelijk in haar oordeel. Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat 5G schadelijk is voor onze gezondheid. Niet iedereen is hier echter van overtuigd. De stichting Stop 5G-NL probeert de landelijke uitrol van het 5G-netwerk bijvoorbeeld te voorkomen. Zij wijzen erop dat sommige mensen ziek zouden worden door de straling. Vooral elektrogevoelige mensen zien de buil hangen. Zij krijgen bijvoorbeeld een tintelende huid of hoofdpijn van straling. Straling wordt weer veroorzaakt door telefoons, wifi-netwerken, maar bijvoorbeeld ook je magnetron. Naar schatting is zo'n 1,5 tot 10% van de bevolking elektrogevoelig. Wederom is dit wel een beetje een moeilijke uitspraak, want de daadwerkelijke link tussen elektrogevoeligheid en straling is nooit bewezen. De andere kant, het platform Elektromagnetische Velden, wijst op de blootstellingslimieten. Het klopt immers dat straling slecht kan zijn voor je gezondheid.
Te veel straling warmt je lichaam op. Daarom zijn er blootstellingslimieten op Europees niveau vastgelegd, waardoor deze straling binnen de perken blijft. Zo levert het geen gezondheidsrisico's op. Er wordt ook daadwerkelijk gemeten bij zendmasten. Op de website van het agentschap Telecom kun je deze resultaten bekijken. Er is dus geen wetenschappelijk bewijs dat 5G slecht zou zijn voor onze gezondheid. Toch is niet iedereen het hiermee eens en worden er bijvoorbeeld om de haverklap zendmasten in de fik gestoken. Tegenstanders van 5G wijzen behoorlijk vaak op een openbare brief die in 2017 online is gezet. Deze brief is ondertekend door 180 wetenschappers uit 36 landen. Zij zijn van mening dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar 5G. En daar hebben ze ook wel een punt, want er is nog nooit langdurig en onder een grote bevolking onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van 5G. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen dat het risico's oplevert. Dus, samenvattend, is 5G schadelijk voor onze gezondheid? Je kunt dit als deskundig wetenschapper niet zwart op wit zeggen. Maar je kunt het risico ook niet uitsluiten. Er zijn voorlopig echter geen aanwijzingen dat het risico's oplevert voor onze gezondheid. Dat is natuurlijk dé grote vraag. We horen al jaren geruchten over een iPhone met 5G. Dat blijft voorlopig wel bij geruchten, want er is nog geen enkele Apple-telefoon op de markt met 5G. Ook dit jaar draait de geruchtenmolen weer op volle toeren. De iPhone 12, die ergens in september aangekondigd gaat worden, zou met 5G uitgerust zijn. We kunnen daar eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Misschien is het zo, maar misschien ook niet. En stel nou dat die iPhone 12 straks 5G-ondersteuning heeft, dan hebben wij in Nederland er behoorlijk weinig aan. Het 5G-netwerk is namelijk nog niet geactiveerd. Voordat het netwerk überhaupt geactiveerd wordt, moeten de frequentiebanden nog geveld worden. De eerste frequentieband, dus de 700 MHz band, die wordt in de zomer van 2020 geveld. De tweede band, de 3,5 GHz band, die wordt ergens in 2022 geveld. En de laatste band, dat is nog onduidelijk wanneer die geveld wordt. Deze veiling is in handen van de Nederlandse overheid. Telecomproviders zoals KPN en T-Mobile mogen meebieden bij deze veilingen. Degene met de beste papieren gaat er met de winst vandoor en kan haar klanten dus als eerste een 5G-ervaring aanbieden. Voorlopig is dit echter allemaal toekomstmuziek. Houd dus vooral niet je adem in tijdens het wachten op de eerste iPhone met 5G-ondersteuning. De komende jaren hebben we er in Nederland vrij weinig aan. Vond je deze video nou leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog en abonneer je ook direct op ons YouTube-kanaal. Wil je nou meer lezen over 5G? Klik dan op de linkjes in de beschrijving. De redactie van iPhone houdt al het nieuws rondom 5G nauwlettend in de gaten.